excuses, excuses. Ik heb geen idee waar we het over hadden. Jij? Ik denk dat seriositeit, alle dingen met een gedachte over aerosolen en microben en virussen, ik denk dat dat nergens toe leidt. Ik denk dat het geeft om te geven om je naasten. Oké, okay, stel, mag ik dan even wat voor voorstellen? Stel dat jij dat nee, is niet, nee, is toch niet goed. Ik wou het over de liefde tijd, hebben. Neem je tijd. Waar je het over hebben, wat? Over de liefde. Liefde. Ja. Liefde bewijs je. Liefde is de optelsom van tijd en aandacht. Dus tijd plus aandacht is gelijk liefde. Oh, echt? Volgens mij is dat zo. Nou, ik pak gewoon pen en papier. Het is een rekensom, het is een wiskunde, snap je? Het is een tautologie. Tijd plus aandacht is gelijk liefde. Geen tijd, geen aandacht, geen liefde. Dat zijn snelhappers. Die doen alsof ze liefdevol zijn. Maar ze hebben geen tijd, ze hebben geen aandacht. Dat zijn snelle happers. En mensen die heel veel tijd en heel veel aandacht hebben? Die hebben in principe liefde. Ja. En stel nou dat ze dat niet durven of zo. Of dat ze op een andere manier daar, die conclusie mijn die jij punt hebt. Is, mijn punt is dat als iemand dat niet heeft. Mijn punt is, even vanuit een man gesproken. Hè? Je hebt een meisje en die wil je graag. Hè? Dan heb je tijd voor haar. Mm-hmm. En aandacht. Mm-hmm. En dat telt zich op. En dat meisje, dat begrijpt dat. En die vlucht naar jou. In je armen? Ja. Ja? Ja. Of het stelt niks voor. Ja. Je kan wel heel veel tijd en aandacht hebben voor een meisje, maar dat interesseert haar niks. Ja. Dus het werkt alleen niet. Dus die tijd plus aandacht is liefde. Werkt dus alleen niet als dat meisje als niet ontvangt. Niet ontvankelijk. Dat kan, het is niet de schuld van die man. Het is zijn meisje niet. Of jongetje. Ja, of jongetje. Ja, dat maakt niet uit. Ik vind wel dat als het gaat om de opoffering, dat de man geldt. Dat de vrouw die zorgt en de man die werkt. Die stelt iets voor. En de vrouw die observeert en die kijkt of het een goede man is. Ja, vind ik ook. Ik heb een hele mooie uitzending gehouden over het feit dat vrouwen de geur als een man gewerkt heeft. En die stinkt helemaal aan de zweet en zo. Ja, 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 dat ja. Vinden vrouwen lekker ruiken. En dat vind ik ook. Dat je, ja. Ik vind het zelf niet. Hè? Maar als ik een vrouw was, dan zou ik een kerel willen die aan het einde van de dag helemaal doorgezweet is. Ja, ja. En niet die gelijk gaat douchen en een maskertje op doet en met filter en luchtjes en smeersotjes. Dan maar, is dan een homovrouw, zo'n sukkel. Ja. Bah. Ja, 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 ja. Napoleon Bonaparte, die is van de deep state, moet je tegenwoordig zeggen. Napoleon Bonaparte was van de deep state. En dan kwam hij terug uit Rusland. En toen heeft hij een koerier vooruitgestuurd naar Marie Antoinette. En daarin stond een brief, hè. Stop met douchen. Ik kom eraan. Wauw. Nou, daar gaan mijn vrouwenhart wel sneller van slaan. Wat mooi. Ja. Stop met... Ja. Mooi. Ik haat parfum, hè. Ik vind het zo maskerend. Ik heb nog liever dat een vrouw een mondmasker voordoet en dat ze parfum op heeft. Ik ruik nee, het overal. Nee, dat meen je niet. Wel. Ik heb drie verschillende geparfumeerde olies uit Israël. Wat zeg je nou? Nou, dat weet ik zeker dat je het lekker vindt, hoor. Ik heb drie verschillende olies. Olie, parfum, geparfumeerde. Ja, ja. Oh, ja, dat heet farmakia of zo. De tovenarij is dat. Nee, maar dat is gewoon jawel. Lekker. Nee, dat is gewoon lekker, jongen. Ja, ja. Heerlijk. Ik hou wel van luchtjes.
op zich. Maar ik snap jouw punt hoor. Ik bedoel, ik vind het prachtig. Ik vind dat een vrouw wel luchtjes moet gebruiken. Waarom? Het is bijna als muziek. Het verandert gewoon echt. Muziek verandert. Even serieus, hè. Er is een mooi nummer geschreven door een vrouw. Roos Beef of zo. En nee, dat was een andere. Van de, ja, maakt niet uit. En die had het over dat nummer Kutlucht. Waarin ze in de bus zat en ze rook haar eigen kut. En ze dacht, dit is kut. Ik ruik mijn eigen kut. Dit is kutlucht. Ik vind dat humor, hè? Dat een vrouw haar eigen kut ruikt. En dan ik weet ook van een vrouw die verteld heeft van, ja, als ik naar de disco ga, dan doe ik mijn vinger tussen mijn, je weet wel waar het zit, hè? En dan achter mijn oren. En dan komen die kerels, die willen allemaal met me dansen. Want die ruiken dat. Zomaar. Ja, maar het is toch, dat zeggen ze toch, dat geur is gewoon wat bepaalt of je met iemand wat gaat doen. Ja. Ja. Exact. Maar ja. Daarom is parfum heel gevaarlijk. Want dan denk je dat je elkaar lekker vindt ruiken. En dan blijkt dat gebaseerd te zijn op chemicaliën. Ja, ben ik helemaal met je eens. Maar goed, olie uit Israël, het heeft niet iedereen. En ik ben een vrouw. En dat vind ik toch zo. Mm-hmm. Ja. Even voor de kijkeraars. Tov is Hebreeuws. Punt. Man. Het is zo. Mazel tov. Goed. Iedereen moet Hebreeuws worden. Dat vind ik. Iedereen moet Hebreeuws begrijpen. Iedereen moet begrijpen dat Latijnse alfabet is een mogelijkheid. Ik spreek nu tegen jou in het Latijnse alfabet. En niet in het Hebreeuws. Ik spreek tegen jou in 26 letters. Hebreeuws is 22 letters. Mm-hmm. Dat is een groot verschil. Ik vind het leuk hoor, het Latijnse, dat doet me verder niks. Ik zeg toch wat ik wil zeggen. Dus. Ja, dat moeten we hebben. Dat is the only way, hè? Ja. Ik heb vandaag een oude Amsterdammer gefilmd. Over wat heb je gedaan? Een oude Amsterdammer? Ja, gefilmd. Een man. Ja, of wat er mis is met de stad. Dus, is er iets mis met de stad? Wat zeg je? Is er iets mis met stad? Ja, joh. Ja, natuurlijk. Ja, dat is Babylon. Iedereen is boos, ja. Iedereen is boos, ja. Ja. Dat is wel... ik praat zeg maar met de mensen, hè, snap je? Ik stond bijvoorbeeld 40 minuten te vroeg op het schoolplein. En ja, dan sta ik wat? 40 minuten? Ja. Dan ben je echt te vroeg, jongen. Ja, dat was een uur. Waarom? Omdat een uur niet was uitgevallen waarvan mijn dochter had gezegd van wel. Mm-hmm. Of ik had niet goed op het rooster gekeken. Dat wil ik vanaf. In ieder geval zat er een uur. Dat is voor Sera, neem ik aan. Yes. Ja. En ik fiets nu, hè? Ja. Je fiets? Dus. Ja. Vinden je botten dat leuk? Wat zeg je? Vinden je botten het leuk om te fietsen? Nee, jongen, ik heb pijn aan mijn reet, dat wil jij niet weten. Echt waar. En je reet? Oh, jongen, niet normaal. Ja, normaal, een zadel moet even inzitten. Maar dit zadel gaat niet inzitten. Dus ik heb mijn kast vandaag zaterdag. Mag ik even kut zeggen? Ja, nou, echt kut. En zo heb ik van de Tesselse schapen, die op Tessel hebben, verkopen ze hoesjes voor je. Ja, zadel. Ja, voor je billen, ja. Ja, van wol, Tessels wol. En ik heb even uit de kast gehaald en heb ik gevonden. Dus dan kan ik gewoon volop fietsen. Oh man. Maar ja. Ben je niet toe aan een scooter? Een scooter? Gewoon een elektromotor. Ik kan er zelf niet tegen. Ja. Nee, want je moet tussen de auto's rijden hier van die idioten. Ik ben toch degene die rechtszaak heeft gedaan. Ja. Dus ja, die scooter heb ik verkocht. Ik ook, ik heb mijn scooter ook verkocht hoor. Ik doe er niet meer aan. Ik ga tegenwoordig met een mondkapje en €100 in de maand naar mijn werk. Voor de poen met het openbaar vervoer. Ik doe niet meer aan
Nee, ik hou er niet van. Al die onderhoudsgevoelige dingen. Nee, ik doe alles met de auto. Je hebt ook een auto voor je eigen? Ja. Oh, wow. Ik doe alles met de auto. Dus, maar nu heb ik dus een fiets sinds kort. Maar goed, heel oninteressant. Dat interesseert echt helemaal niemand wat. Luister naar jou. Kom door. Ja, hebben we verder nog iets eigenlijk? Ab Grapperhaus hebben we niet goed afgezekerd. Sorry, dan gaan we niet meer beginnen over Ab Grapperhaus. Dan ga je van stotteren. Nou ja, dan moeten we het over corona hebben. En corona vind ik ook heel lekker, ja. Ik heb zelf momenteel, ik heb dus asymptomatische corona. Ik ben niet getest en ik heb ook geen symptomen. Ja. En mogelijk corona, dus asymptomatisch. En dat komt waarschijnlijk omdat ik ook asymptomatische longkanker heb. En asymptomatische... Hè? Ja, alles is asymptomatisch, hè? Gewoon geen verschijnselen, okay. Maar mogelijk wel. Oké, mogelijk. Oh, sorry. Ja, echt verschrikkelijk. Straks ga ik nog dood en dan ben ik van iedereen verlost. Ik vind het zo erg dat ik me helemaal nergens zorgen over maak. En andere mensen wel. En hoe gaan jij en ik ervoor zorgen dat iedereen net zo zorgeloos wordt als jij en ik? Nou ja, ik heb dus ook over de dood nagedacht. Omdat nou, omdat mijn jongste die zit op rolstoeltennis. En daar is een jongen in een rolstoel. En die komt altijd met zijn vader. En dat is echt zo'n VVD-meneer. En dat was zeg maar niet echt mijn type. En nu is hij dus dood. En dat vind ik zo... Erg? Oh, die jongen is dood. Nee, die vader. Die vader? Ja. Oh, dus die jongen in die rolstoel, zijn vader is dood en dat vind jij erg? Dat vind ik zo erg, ja. En Sarah ook, we konden wel huilen. We kennen ze niet helemaal niet zo goed, maar het feit dat die jongen gewoon zijn vader kwijt is. Dat is erg hoor. Voor iedereen. Ook voor jouw kinderen, by the way. Nou ja, kijk, die moeder... Kijk, de meeste mensen hebben zijn vader en een moeder. Dus die je tegenkomt, dan daar zo zijn het allemaal de vaders die doen de sportactiviteiten. Maar ik ben er gewoon snel klaar mee, want ik doe alle activiteiten, begrijp je? Dat is even een ander verhaal. Ja, ja. Dus... Ja. Ja, en ik heb lelijke dingen over die man gezegd. En nu is hij dood. Ik vind het zo erg. Ja. Ik zeg wel vaak lelijke dingen over mensen, denk ik dan. Of ik denk opeens aan de mensen die misschien wel doodgaan. Oh, jij hebt spijt. Jij bedoelt dat je spijt hebt. Ja, en ik wil bij allemaal mensen spijt zijn Spijt is niet voor mensen. Spijt maar ook, is voor dieren. Nee, maar ook dat je wil zijn met mensen waar je van houdt. Dat je gewoon denkt, we begonnen met van ik wil het over de liefde hebben. En toen wilde ik eigenlijk zeggen van ja, bij wie zou je willen zijn als je weet dat je nog een week te leven hebt? Ja. Daar zat ik aan te denken, maar tot opeens kreeg ik het niet uit mijn mond. Nu wel. Dank je. Ja, daar denk ik dan aan. Wat eerlijk zijn we bezig. Ja, hè? Ja. Maar ik bedoel, als je van iemand houdt, dan wil je toch bij diegene zijn. Dan moet je toch gewoon durven die keuze te maken, denk ik dan. Ik hou van iedereen. Ik ook. Dat is ook zo. Maar stel dat je nog maar een week te leven hebt, dan wil je niet bij iedereen zijn. Of wel? Exact, ja. Ja, nou, zo zat ik te mijmeren. Ik wil mijn laatste week niet doorbrengen met Joris Demmink. Nee, of in je eentje net. Of Henk J. Maus. Of Micha Kat. Ja, dat willen we niet. Zeg nog eens even voor de kijkeraars wat Micha Kat kwam doen in Duitsland. In dat hotel daar. Waarom was hij daar? Dat was vanwege die vrouw. En die heeft hij geneukt, of wat? Nee, omdat ik hem uitgenodigd had. Hij had een vrouw meegenomen? Nee, die heeft hij daar ontmoet. Er zijn wel meer mensen die elkaar daar ontmoet hebben. Aha. Dus Micha Kat was daar niet voor de seks? Nou, hij is altijd in voor seks. Overal waar hij komt gaat het over seks. Heb je dat met mij ook? Nee. Ik ben, precies ja, want ik ben graag humoristisch. Seks is niet humor. Nee, seks is bijzonder serieus.
Wat ik van Micha Kat vond, het moet er toch een keer uit, hè? Hmm. Wat jij georganiseerd hebt daar in Duitsland was geweldig. Hmm. Punt. Dank je wel. Ja, gewoon geweldig. In Friesland ook. Hè? Dus geen, helemaal niks. Hè? En jij nam mij in de arm van daar is Perry. En nou, ik ga je even naar het terras. Ik vond het geweldig. En Micha Kat begon te zeuren over de Zuidpool. En we zitten in Duitsland. Dan moet je niet gaan zeuren over de Zuidpool. Want dat daar de nazi's zitten. Ja, ik vond het gewoon achteraf een nazi-hotel daar. Ik heb daar hele bizarre dingen meegemaakt dat weekend. Vertel. En mijn grote liefde is tevens mijn getuige. En de andere getuige is Sietse Planting en die is dood. Ja. En ja... Ik vond het geweldig. Ik vond het zo lekker. Om ja, maar te ik zijn. Was daar eerder. Ik was daar eerder. Het was gewoon een totale bizar weekend. En die Peppy en Kokkie, die had ik helemaal niet uitgenodigd. Wie waren Peppy en Kokkie? Peppy en Kokkie, die man en die vrouw met die allebei identieke hoedje op. Zo'n soort André Hazes hoedje. Dat heb ik gemist. En die waren daar met camera's. Dat heb ik gemist. Ja. Ja, die hebben daar staan filmen. Wat meer? Die mensen kende ik helemaal niet. Ik heb daar zo heerlijk geslapen. Ja, hè? Oh, ik was zo verliefd daar. Ik ben nog nooit in mijn leven zo verliefd geweest als daar. Op al die keren dat ik jou heb gezien, zeg maar, die eerste keren. Ja, ik heb gewoon echt de liefde van mijn leven. Had ik toen, zeg maar, ja. Oh, man. Oh. Poepie Doepie heet hij, toch? Ja, ja. Nou ja, dat is wel grappig dus, hè, want jij kent dat verhaal over... Ja, ik ken Poepie Doepie. Als ik een vrouw was, zou ik Poepie Doepie willen. Ja. Dat is een gehoorzame kerel. Nee, joh, gek. We hebben altijd ruzie. En het komt nooit meer goed. Maandenlang komt niet meer goed. En dan is een van de kinderen jarig. En dan, ja, dan zet hij zich er gelukkig overheen. En ik heb inmiddels een ander vriendje, zeg maar, heel erg oud. Een oude is dat, hè? Dat is van vroeger, toch? Ja, precies. Ja, ja. Nou, ja, ik ken je een beetje. Zo. Dank je wel. Nou, maar dan zie ik hem, dus weer Poepie Doepie, zie ik dan op de verjaardag van de kinderen. En ja, dan zou ik gewoon alles willen laten vallen. En, ja, lekker. En dat is een heerlijk kereltje. Als ik een vrouw was, ik zou graag voor die Poepie Doepie, als de rest van mijn leven met die man doorbrengen. En ja... ja. Dat is gewoon toch kut. Om het weer even terug te brengen op het kut. Ja. Het punt is, jij hebt twee goede mensen als kind. Mm. Punt. En dat je omstandigheden met een negroïde man een beetje dinges is gegaan. En je haatte dat lamsvlees en dat Mohammedaanse gedrag. Dat doet er niet toe. Jij hebt twee gezonde mensen. Ja. Als kinder, hè? Ja. Goed zo. En nu verder. Ja, maar zij houden ook van Pompie Doempie, hè? Heel erg. Loejoe. Mm. Niet jouw probleem. Ze gaan maar op zoek naar de eigen Pompie Doempie, denk ik. Poepie Doempie is het. Poepie Doempie. Poepie Doempie is het. Maar goed, dus... Is er überhaupt... Zijn er mannen in jullie omgeving die het waardig zijn om jouw kinderen te schoppen met benen? Of deugt het allemaal niet? Schoppen met benen? Wat bedoel je? Ja, zwanger maken. Schoppen, nee, dus scheppen, shoppen. Nee, dat komt volgens mij, ik denk niet dat er kerels zijn die... het waard zijn om jouw kinderen te bevruchten. Denk ik. Of weet jij, heb jij een filter? Nou, er komt gewoon helemaal niemand aan mijn kinderen. Oh, dus ja, het punt is, is er een man waardig? Nee, ik heb nog nooit over nagedacht. Oké, je hebt nog de tijd. Ja.
Ik vind het een mooi verhaal uit de Tanach. Dus van Lot. Dat hij dan arriveerde met zijn dochters in een nieuwe stad. En dat zijn dochters besloten dat er niks, niks mocht. En dat ze dan hun vader hebben verkracht. Omdat ze wilden zo graag kinderen. En een geweldig verhaal vind ik dat. Het is intergenerationele seks. Omdat die dochters dat wilden. Want die andere kerels die deugden niet. En dan maar papa dronken voeren. En dan hebben we toch nog kinderen. Ik vind de Bijbel steeds mooier. Als ik er langer over nadenk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe is het met die gozer van jou? De vader van je kinderen. Wat heeft hij de laatste tijd nog geopperd? Ik heb geen contact. Hij zegt toch helemaal niks? Jawel, maar ik heb gewoon gezegd van ja, kinderen zijn oud en wijs genoeg. Jullie zitten allemaal de hele dag op je kuttelefoontje. Ga maar lekker zelf regelen. Precies. En wat vinden je kinderen van die gozer? Niks. Ook niks. Van wie? Van hun vader? Mm-hmm. Niks. Ja. Dat is erg, hè? Ja, wat kan je ervan vinden? Je houdt ervan. En, ja. Ja, je vergeeft hem alles maar. Hij kon er niks aan doen. Mijn punt is, dat doet er niet toe. Wij zijn allemaal kinderen van God. Nou, weet je wat het wel is? Dat is eigenlijk het enige bruggetje wat ik kan maken. Is wat wel zo is, is dat je dus als alleenstaande moeder... het is echt fucking zwaar. Het is eigenlijk gewoon je moet dubbel doen. En als dan zeg maar financieel gezien je ook nog eens een keer de enige bent in plaats van twee verdieners, dat is wel zuur, zeg maar. Mijn punt is dat jij een zuinige vrouw bent. Nee, dat ben ik dus echt totaal niet. Echt niet. Dat ben ik echt niet. Ik ben niet zuinig. Dat kan niet. Nu lig je. Jij ligt nu. Nee, ik ben niet zuinig. Nee. Maar ik vind het financieel gezien... vind ik het echt super asociaal... als je niet voor je kinderen betaalt. En ik heb dat nooit eerder gezegd... maar ik vind het wel. Wat? Het is echt asociaal. Het is in je eentje gewoon financieel niet op te brengen... om twee kinderen... te voorzien in hun... Jij vindt dat die kerel... die moet... ook zorgen. Nee, hij moet alleen maar betalen. Hij hoeft helemaal niet te zorgen. Maar financieel gezien zou het wel fijn zijn als er... Kijk, niemand trekt het zich aan. Hè? Dus feitelijk moeten mannen gewoon die geen kinderen hebben... die moeten gewoon af en toe misschien zijn alleenstaande moeder financieel wat toestoppen. Om ze een beetje overeind te houden. Akkoord. Dat vind ik ook. Akkoord. Ja, want er is echt geen hond die... Ik vind het. Ik kijk heel veel naar die MGTOW websites. Dus wat men is dat? Going their own way. Bachelor en whatever. Maar heb je altijd betaald voor je kind? Ja, toch? Jij echt wel. Ik ben toen mijn kind 19 was, ben ik gestopt met het betalen van alimentatie. Mm-hmm. Punt. Oké. Okay. Daarvoor wel. Ja, kom op. Ja. En ik heb besloten dat ik niet verantwoordelijk ben voor dat waar ik geen zeggenschap over heb. Als je geen zeggenschap hebt, ben je niet verantwoordelijk. Punt. Dus als je geen zeggenschap hebt, hoef je ook niet te betalen. Punt. Ja. En mijn dochter dit jaar, hè, vraag ik aan haar van hoe gaat het financieel? Ik ben vader, hè? Ik hou van debit credit, snap je? Ja.
En zij zegt, nou, ik heb een probleem, want ik heb heel veel gezondheidskosten dingen en eigen risico. En ik mis 180 euro, maar dat ga ik oplossen hoor, pap. Ik ga aan mama een lening vragen en dan betaal ik haar met 30 euro per maand terug. Hmm. Waarop ik tegen mijn dochter heb gezegd, dat gaat niet door. Niet. Ik ben helemaal gek geworden. Hmm. Je krijgt van mij 180 euro. Ik kan het zeggen. Ja. En jij gaat 30 euro per maand sparen naar je bankrekening op de spaardinges. Mm-hmm. En nooit wil ik je meer horen zeuren over een tekort aan geld. Mm. Ik ben anders dan je moeder. Mm. Van mij hoef je niet terug te betalen. Ik ben je vader. Mm. Wat is dat nou? Goed zo. Nou, ik ben trots op je per echt. Goed zo. Dan ben ik maar... 180 euro is voor mij zoveel toiletten schoonmaken. Hmm. Ik heb toch een kind, was dat nou? Ja, precies. Ja. Heerlijk om opgelucht te zijn. Ja, en dat wij weten dat er niks aan de hand is. Nee, precies. Alles weet gaat hoe het goed. Zit. Alles gaat goed. Ja, precies. En al lijkt het soms van niet, dan toch is het goed. Precies, ja. 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 Het is een kwestie van vertrouwen. Het is een mooi nummer van Bram Tchaikovsky. Mm. Ken je dat? Mm-hmm. Sarah nou, Smiles. Kunnen we niet even een muziekje doen? Kan ik dit... Niet dat jij dat kan horen, maar... Sarah glimlacht. Hmm. Dat refereert aan Genesis. Hmm. Toen Abraham werd verteld dat hij nog een kind zou krijgen van Sarah. Hmm. En Sarah was zo oud. En die moest lachen. Sarah Smiles. Geweldige muziek. Beter dan reggae. Ja, jij bent zo'n reggae-vluchter, hè? Van Babylon, feel this one, tjukka tjukka tjukka. Weet je dat ik in het streetcafé in Arnhem, toen het nog niet opgeheven was, dat ik dus iets lelijks zei over Bob Marley en dat iemand heel boos wordt? Ja, zou ik ook worden, ja. Ja, want, ik ben een kind van hem. Ja, 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 ja. Het is een lullige Pim Fortuyn was het eigenlijk. Wat fijn dat we zo vrij uit kunnen spreken. Goed hè, ja, ik denk ook, ja, kan ons het schelen joh. Ja, ik kan ons helemaal niks passen. Het kan morgen over zijn. Heb je helemaal niet kunnen zeggen wat je eigenlijk altijd wilde zeggen. Ja. 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 Ja, precies. En wat vind je van Eros Sol eigenlijk? Ja, niks. Ik weet niet wat ze van mij vinden. Ja, precies. En virussen? Heb je er ook een beetje hekel aan of zo? Ik vandaag dus merkte... Ja, Virus Lives Matter of zo? VLM? Nee, nou, het is als ik echt eerlijk ben, dan ben ik altijd... Hm. Nou, ik word toch een beetje agressief. Als ik iemand zie fietsen met een mondkapje, dan merk ik dat ik toch... Ja, ik denk als je mijn hartslag zou meten of mijn bloeddruk, dat die echt omhoog gaat. Ja. Ik vind het echt... Wie heeft verteld dat je moet gaan rustig, fietsen met een mondkapje rustig, op? Rustig. Ik begrijp je woede. Belangrijk is dat jouw woede zo rustig mogelijk overkomt. Dus je ziet iemand met een bavianenmasker. Dan ziet hij eruit als een baviaan. Zo. Ja, of een eendensnavel, weet je. Zoals een eend. Oh, ja. Tyfus eend. Ja? Ja, gewoon tyfuslui zijn het. Ja. En dat moet je accepteren. Hè? Ja, daar heb ik moeite mee, merk ik soms. Nou, ik heb ze te accepteren. Ik vind het wel geinig eigenlijk. Ja. Nou, ik wil gewoon zo graag vragen. Wie heeft jou verteld dat je moet gaan fietsen met een mondkapje op? Welke idioot? Dat hebben ze zelf gefantaseerd. Maar ze kijken naar je alsof zij straks de enige zijn die nog leven. Nee, moet je horen. Ze kijken naar je alsof zij de enige zijn die ons soort gaat overleven. Ze kijken naar je alsof... Ja, ja. Zij zijn de ridder. Hoe noem je dat? Die mensen die... I'm a survivor. I'm not forgiven. Zij zijn de slimmers. Ze denken dat ze super...
Ze denken dat ze super slim zijn. Ja. Zij zijn de enige die met straks een niet leven. Werkend mondmasker. Zo kijken ze naar je als je. Ik echt niet normaal. Oh, maar fijn. Goed. Dus ja. Rust is belangrijk. Nou ja, kijk, er was dus in een school in Amsterdam, waren 30 kinderen, die hadden corona, die zijn gewoon naar school gegaan. Omdat ze gewoon lichte griepverschijnselen hebben. Nou, dan kan je best naar school. We kunnen allemaal met een snotneus naar school. Uh-huh. Als het moet. En, maar dat hadden die mensen allemaal niet verteld. Dus die ouders die hebben allemaal op een lazer gekregen. Omdat ze dus niet verteld hebben. Maar toen zei iemand, ja, vind je het gek? Heb je die reclamecampagnes gezien van houd afstand, hou je oma van de IC? Want dat is zo, hè? Die ken je toch of niet? Nee. Die reclames in Amsterdam. Ja, ja, we hebben echt, echt keiharde, grove coronapropaganda in Amsterdam. Ik weet van de Kalverstraat dat ze daar twee richtingsverkeer wilden. Aan de rechterkant mocht je dan. Hebben ze een tijdje. Die Halsema. Waarom heet die vrouw Halsema? Ja, dat weet ik niet. Omdat ze onder de guillotine wil of zo? Ja, ik heb niks tegen haar, want ik vind ze allemaal kut. De drie vorige burgemeesters van Amsterdam, die vond ik ook kut. Daar heb ik alle drie mee te maken gehad. Mm-hmm. Dus het gaat mij helemaal niet om. Laten de we er even bij stilstaan, even voor de kijkeraars. Maar de vorige burgemeester, die heette Cohen. Ja, en had je dat is een Jood. Asscher. En Asscher, dat is denk ik ook een Jood. En die heeft Cohen nog een hele tijd vervangen. Mm-hmm. En dan had je Van der Laan, dat is geen Jood. Nee, nee, nee. Ja, nee, we kunnen niet al die Joden overal de schuld vergeven. Dat lukt helaas niet. Nee, nee, nee. Zo nee. Goed zijn die Joden nou ook weer niet. Ik hou liever van geen serieuze opmerkingen over Joden. Joden zijn zo goed niet. Nee, natuurlijk niet. Ik zeg altijd, ja, het zijn het mensen. Ja, dat vind ik ook. Het zijn ook mensen. Dat vind ik ook van Marokkanen. En dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Hè? Want dan worden die Turken boos. Op mijn werk ook. Hè? Met die buitenlanders. Ze zijn grof. Hè? Ja, in mijn werk dan. Ze zijn niet allemaal, niet allemaal. Sommigen zijn grof, jongen. En van die Hollandse jongens, die doen dan maar mee. Want die denken van, ja, die mokro's en Turken, die doen ook zo grof, dan doe ik het ook maar. En ik hou niet van grofheid. Ik hou niet van BMW's waarmee je in 16 uur naar Marokko kan rijden. En dan komen ze met zo'n kar, dan komen ze naar het Koningsjacht waar ik werk. Dan komen ze eventjes, en dan ben ik dan en ik hou alles in de gaten. Want die Hollanders die kunnen niet voor hun eigen debielen zorgen. En dan doen wij het wel vanuit Marokko. Ik hou daar niet van. Ik heb liever dat Nederlanders zorgen voor de Nederlandse debielen. Nou, ik was dus een filmpje aan het opnemen met een oud Amsterdammer vandaag, wat ik mm-hmm. zei. En op een gegeven moment zei hij van, ze moeten dus wat doen aan die buitenlanders. Dus ik denk, oh nee, hè, daar heb ik helemaal geen zin in. Hè. Ik heb mm-hmm. geen zin in dat onderwerp. Dus hij zegt, ja, want die Polen, die staan de hele tijd te zuipen. En als ik mijn biertje drink, dan heb ik gelijk drie handhavers. En als ik op straat zuip, weet je wel. Ja. En die Polen? Wat is er met die Polen? Nou ja, die schijnen massaal in het centrum op straat te staan te zuipen. Gadverdamme. Mm. Er zijn maar twee foute Polen. Er zijn de Noordpolen en de Zuidpolen. En als we daar vanaf zijn, zijn we klaar met die Polen. Want ik vind Polen... Polen mag ik. Ik mag ook Surinamers, net als Polen. Ik ben multicultureel. Ja, Polen werken hard. Serieus. Ja, er is zo iemand in dat heet Ingeborg vraagt. En die heeft altijd van die vragen. Wat, Ingeborg? Wie is Ingeborg?
ja, Ingeborg vraagt, heet dat. En die doet het 5 keer per dag, vraagt ze wat ze zou het liefst willen zijn. Of altijd dat soort dingen van ja, vragen, open vragen. Dus dan kan iedereen zijn hart luchten. Uh-huh. Dus 1 keer in dezelfde tijd kan dat. En dan zei ze, wat zou je het liefst in een week willen of zo? Of wat zou je het liefst nu? En ik, zoiets, dat had ik gezegd. Nou, 5 koffie zetten voor 5 polen met boormachines. Ja. Hmm. Ik heb altijd van die dromen dat ik met mijn huis dingen wil doen. Door mannen. Ik ben ervoor dat... Kastjes ophangen. Ja, ik ben dus antifeministisch in die zin dat ik vind dat vrouwen, mannen moeten stimuleren om te werken. Als vrouw stimuleer je een man om te werken. Ja, hoe doe je dat dan? Ja, dat... Dat lijkt me moeilijk. Mijn beste vriendin is een Rotterdamse. En die krijgt altijd voor elkaar. Die hebben altijd mannen, die doen alles. Altijd. Lekker, hè? Ik heb nog nooit gehad. Ik heb nog heb jij nooit tekort in mijn aan leven... mannenzorg? Nee. Ik heb nog nooit in mijn leven een man gehad met... Met een boormachine. Een echte goede timmerman. Jawel, een poempie-doempie. Met een waterpas. Die heeft me versierd met een foto van zijn boormachine. Want dat kan je nagaan in 2013. Poepiedoepie, heb jou versierd met een foto van zijn boormachine? Ja. Oké, wat voor merk? Ja, weet ik. Ja, Bosch, denk ik. Bosch, oké, is goed genoeg. Dus, ja, maar goed, dat is toevallig. Maar verder, ja, weet je, zo'n timmerman die gewoon even allemaal kastjes timmert. Oh, wat lijkt me dat te gek. En dan gaan ze stinken. Die mannen, als die mannen dan zo die kastjes in elkaar gaan timmeren, dan gaan ze zweten. En dat vind je lekker ruiken. Geef toe. Dat is dus het hele punt. Als ik zoiets zeg, denken mensen aan seks, maar ik niet. Ik denk alleen maar aan kastjes aan mijn muur. Ja, maar wat geef je die kerel dan? Ja, dat is het punt. Ik heb gewoon geen geld om dat soort mensen te betalen. Want ik heb gewoon... En dan kan je eten koken. Jij kan niet heel goed koken. Echt wel. Nou, niet echt wel. Ik kan echt wel koken. Hoezo denk je dat? Wat zit er voor? Nou, die ene keer heb je niet gekookt. Dan hebben we pizza gehaald. Ja, omdat ik druk ben en me niet heb... Ja, dat maakt me niet uit. Maakt me niet uit. Ja. Ik ken van die vrouwen, ik heb er gisteravond eentje ontmoet. Zo lekker rustig, hoe we nou praten, spreken. Sandra heet ze. En die kan koken, jongen. Ja, dat is echt fijn. Die maakt van een paardenlul, maakt ze een frikandel. Geweldig. Ja, die kan alles koken. Die komt uit Suriname. Geef haar 3 ons, madame Jeanette. En de stoom komt je oren uit, terwijl je de kippendijen zit te kauwen. Vind je dat lekker? Lekker, man. Mijn naam is Jeanette en Seré. Vind ik zo lekker. Seré, citroengras. Ken je dat? Nee. Ken je dat niet? Echt niet? Nee. Echt, ja, wat? Ik ken het wel, maar ik weet niet. Ik gebruik het niet. Ah, oké. Zij wel. Maar die komt uit Suriname. Ga haar lekker bellen. Zij koken. Ik heb haar gisteren nog uitgescholden. Jij kan zo goed koken. Ik heb ook haar nog gevraagd. Ga jij mij een keer lesgeven in hoe jij kookt? Want zij kan het. Zij heeft een invalide autootje. Haar bijnaam is Tante. Ze heeft 3 kinderen van 4 mannen of zo. Alles fout gedaan, maakt niet uit. Maar ze kan koken, jongen. Wauw. En dan de sambal zelf gemaakt, apart erbij. Kijk, en dan ga je door je natte nek, hè. Echt eten. Met een beetje bonen of whatever. Er is een uitspraak van Friedrich Nietzsche. En die luidt... Als een vrouw de kunst tot toveren verleert, sterft ze. Het Nietzsche. Die hebben ze gelukkig opgesloten in een geestesinrichting. Zodat hij niet nog meer onzin kon vertellen. Maar dat heeft hij wel gezegd.
De kunst van de vrouw is om te toveren. Ja, misschien gaat het altijd mis. Ik denk al heel snel, ga jij maar eens even toveren. Wat zeg je? Wat, zo, nou, daarom een keer? Gaat het bij mij misschien mis. Omdat ik denk, ga jij maar even lekker toveren. Dat is in principe hetzelfde. Kijk, wat het altijd is, het begint altijd heel leuk. Dat weet iedereen, dat heeft iedereen. Mm. Het begint altijd heel leuk. Maar op een gegeven moment, dan zit je in een sleur. Aha. Dan denk ik, ja. Ja, heb het wel zin, ja. En toch doorgaan. Ja. Ik had zo'n mooie discussie met mijn dochter over yin en yang. Hmm. Ken je dat? Mm-hmm. Ja, tuurlijk. Ja, oké. En ik zei, dat gaat over het mannelijke en het vrouwelijke. Het gaat in ieder geval man en vrouw. Het gaat over het mannelijke en het vrouwelijke. Ja. En zij vroeg, wat is de kleur van de vrouw? Het vrouwelijke. Ik zei, dat is zwart. En toen? Ja, zei ze, dat vind ik seksistisch. Ja, dat maakt me geen donder uit. Het is een acceptatie. Je moet accepteren dat die Chinezen ook iets gezegd hebben. Ja. Dat was voorchristelijk. Had niks te maken met de Hebreërs. En die Chinezen, die spleetogen, hebben ook iets gezegd. Ja. Accepteer dat. Er is mannelijk, er is vrouwelijk. En dat zijn twee rollen. En als het vrouwelijke mannelijk gaat worden, dan krijg je een vereniging van kerk en staat. En dat heet communisme of democratie of whatever maar. En dat leidt tot ellende. Want je hebt een duidelijk onderscheid nodig tussen de kerk, dat zijn de vrouwen, die zorgen, en de staat. Die is. En nu jij. Nee, mooi. Ja. En ik vind ook dat die vrouwen, die krijgen de wapens. Dat vind ik. Dus de wapens, AR-15's en Uzi's. Hm. Dat mogen de mensen bedienen. Dat is allemaal best. En die mensen die die wapens bedienen, die staan onder regime van de vrouwen. AUB. En die mannen die gaan lekker handelen en idiote dingen doen, als karpers vangen. En palingen uit de Rijn trekken. Zo. Laat die mannen maar hun gang gaan. Die hebben daar geen AR-15 voor nodig, want die wapens zijn van de vrouwen. Dus alle mannen die vals spelen, die worden naar de vrouwen gestuurd. En dat is de grote straf. Dan ga je naar de gevangenis. Dat vind ik. Dus je hebt een staat en je hebt een kerk. En de kerk is van de vrouwen. En de kerk is de bruid van Christus. Dat zeg ik dan als laatste. Nu mag jij. Nee, ik heb... Ik luister, ja. Ben je bang om de zeggenschap te hebben over kerels met wapens? En lesbiennes met wapens? Kunnen jullie dat aan of moeten wij dat ook nog doen? Nou ja, ik weet bijvoorbeeld dat mensen die hun hele leven in teken stellen van om dichter bij God te komen. Ja, ja. Dus echt mensen die religieus geboren worden in religieuze families. Generaties lang dezelfde religie blijven volgen, zeg maar. Dat soort mensen. Ja, ja. En verder niks. En, nou, die vertrouwen dus alleen hun vrouw. Want een van de belangrijkste dingen is het voedsel wat je tot je neemt. Ja, ja. Dus je moet iemand hebben die je vertrouwt. Ja. Dat die volgens die spijzenwetten... Ja, ja. Jouw eten geeft. Jouw eten geeft, ja. Dat vind ik echt heel mooi. En je kinderen eten geeft, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik weet ook nog dat ik een vrouw had en die had een eetstoornis en die wilde graag een kind van mij. En ik vertrouwde dat niet, omdat ze een eetstoornis had. Ja. Dan kunnen we neuken met een condoom voor de seksuele geilheid. En dat is het. Ja. En de vrouw die de moeder van mijn dochter is geworden, die heeft mij verteld dat zij ooit een keer, toen ze geen geld hadden in een studentenhuis, en jij haat studenten, dat weet ik, en
in het studentenhuis hadden ze geen geld. En toen zei zij, ik ga wel groente halen in het Sonsbeekpark. Ben je daar geweest, het Sonsbeekpark? Nee, weet ik niet. Oké, okay, je bent dan wel in Arnhem geweest. En Arnhem heeft het oudste stadspark van Europa. De grootste, mooiste, Sonsbeekpark. En de moeder van mijn kind heeft groenten gehaald uit die tuin. En toen dacht ik, oké, dat geloof ik. Dus mijn kind heeft ook broccoli, aardpeertjes, schorseneren, paddenstoelen, alle meuk. Oké. Dat is erg belangrijk. Ja, dat geloof ik ook wel. Wat een lekker gesprek hebben wij, zeg. Goed, hè? We zijn echt goed. Lekker rustig. Heerlijk. Want dat gaat nergens over. Er is niks aan de hand, want alles gaat goed. Nou, ik zei vanmorgen, ik lag met mijn jongste in bed. Ik heb een elektrisch bed. Een elektrisch bed? Wat? Oh, krijg je nog... Wat? Elektrisch? Hoezo een elektrisch bed? Oh, dat is zo fijn. Wat is een elektrisch bed? Nou, dan kan ik mijn hoofdeind omhoog zetten. Met een knopje. Dat is zo fijn, met een knopje. Oh, dus dat is fijn. Zo lekker. Ja. Oh jee. Maar mijn slaapkamer is net zo groot als een cel in de gevangenis. Hè? Ik weet het. Ik ben bij jou thuis geweest. Dus, ik woon echt in een poppenhuisje. Ja. Dus het enige wat erin past is een bed. En dat is dan een elektrisch bed. Ja. Niet anders. Nou, dus. En het was zaterdagochtend. En we zijn natuurlijk altijd druk. En we lagen samen in bed met de iPads en dit en dat. En ik zei, nou, dit is echt het moment. Ik ben de gelukkigste mens op aarde. Heerlijk, ja, kom. Echt, ik ben echt het gelukkigste mens op aarde. Ik ook. Wat leuk dat we elkaar spreken, ja. Ja, hè? Ja, ja. Daarom. Dus jij, want nou, twee gelukkige mensen. Ja. Weken geleden hadden we elkaar gesproken alweer. En jij stuurt een berichtje. Hey, wil je vanavond? Ik zeg ja. Jij zegt, wil je lachen vanavond? Ik zeg ja. Alles gaat goed. Ja, natuurlijk. Vertel nou even, dus jij zat in je bed en dat vind je dus lekker, dat je dan met je schouder zo... Heerlijk, allebei iPadje lekker. Erbij. Oh, is dat fijn, ja. Ik heb echt zo'n lekker bed. Dus ja. Ik vind dat ook voor alle... ik heb een speciale uitzending gemaakt voor depressieve mensen. Oh, echt? Ja. Ik luister nooit naar jou, dat is ook zo grappig. En daarom zijn we ons gesprekken ook, Iemand spontaan, als jij hoeft niet naar mijn gezeik te luisteren, want jij weet alles al. Ga chocola eten. Ja, hè? Dat vind je toch lekker, of wat? Oh, vind ik zo lekker. Ja. Ik heb het ook gedaan, hè, chocola ik eet eten. Chocola. Ik eet weinig chocola. Ik moet het meer eten. Ik ben echt een mager monkel. Maar als je mager bent en je wil aankomen, geloof mij. Ik weet echt, chocomel drinken van Nutritia. Ja. Niet half vol, gewoon chocomel van Nutritia. Ja. Ja. 2 liter per dag. Ja. Ja. Dan kom en croissantjes eten. En croissantjes eten. Veel mogelijk croissantjes eten. Lekker. Zullen we een aparte uitzending houden over de ziekte die heet obesitas? En hoe je daarmee wegkomt? Nee, dat doe ik niet aan mij. Nou, ik denk dat de meeste mensen met obesitas er helemaal geen last van hebben. Nou ja, ik wil gesponsord. Kijk, wat het idee is, omdat ik werk altijd voor andere mensen, snap je? Mm-hmm. Maar... financieel schiet ik er gewoon heel vaak bij in. Dat is gewoon de keiharde. Dat maakt niet uit. Ja, dat kan jij zeggen, maakt niet uit. Ja, ik heb oneindig veel geld, dus dat snap je niet, wel. Gaan we door. Ook geld. Nee. Ja. Nou, dus ik dacht, oké, ik wil iets doen wat ik de komende 20 jaar kan blijven doen, waar ik wat mee kan verdienen en wat ik leuk vind om te doen. Uh-huh. En toen kwam ik door de kinderen en de kinderwereld waar ik in zit bij die vloggers. En ik vind gewoon dat ik denk, nou, mijn leven is veel... Ik ben veel grappiger, ik ben veel leuker. Het enige is dat ik niet knap ben. Hoezo? Nou ja, het is al die mensen die hun geld verdienen met ouwe hoeren voor de camera. Jij bent niet schoon genoeg. Die mensen verdienen hartstikke veel geld. En, Jij bent niet schoon genoeg. Ik vind mezelf hartstikke leuk. Ik vind echt hartstikke leuk naar mezelf te kijken. Ik ben gewoon een kind van God. Het kan mij echt niet schelen. Jij bent mijn zus.
Hoe kan ik jou lelijk vinden? Ik vind mezelf ook niet lelijk, maar ik bedoel... Ik vind jou lekker ding. Oh, wat lief. Dus, ja. Ik denk van, nou, ik ga... Er zijn nooit foto's van mij. Ik wil nooit gefilmd worden. En opeens dacht ik doe het gewoon wel. Je ziet er echt geweldig uit. Je hebt echt... sorry dat ik echt zei. Het ziet er goed uit. En je dochters zijn goed ontspannen. Je kinderen zijn goed ontspannen. En daar hou ik van. Een losheid. De vrije teugel. Het is heel erg echt. Want ik filmde daarvoor ook. Maar... Ja, je doet het goed. Want het ging allemaal om die ene Hully dagboek. Dinges Diary, toch? Ja, ook dat. Ja, dat wordt een nieuwe serie, zeg maar. Want... Je hebt eraan gerefereerd. Ja. Even reclame in mijn zendtijd voor Mira, haar kanaal. En kijk er even naar, alsjeblieft. Nou, ja, maar ik ben wel privé geweest. Doe maar niet. Oh, nee. Oké, okay. Geen reclame. Geen reclame voor geen jou. Geen reclame voor jou. Want het is een heel ander leven, zeg maar. Maar ja, wat er dus gebeurt, want ik zei, ik had een beetje een dipje. Weet je nog? Hebben we nog of zitten we over de tijd heen? We zitten al lang over de tijd heen. Praat maar even door. We kunnen altijd knippen, snap je? Kom maar door. Nou, we hebben zo'n mooi gesprek dat ik gewoon de tijd vergeet. Ja. Spreek de waarheid of sterf. Nou, ja, ik had een beetje een dipje. Omdat opeens dus ging het allemaal weer over dimming en bijbezin, snap je? Mm. En daar heb ik natuurlijk heel veel mee te maken gehad. En toen dacht ik, ja, al die mensen hebben zo'n groot ego. Het zijn zulke narcisten allemaal. Ja, ja. En dat wil ik gewoon niet zijn. Ik zie dat gewoon. Ik zie wat er gebeurt. En ik denk er het mijne van. En ik zeg niks. Ja, ja. Maar ja, dan opeens toch denk ik van ja. Snap je? Dus als je niet we hadden het over dat je altijd moet zeggen wat je vindt. Maar soms zeg je gewoon. Kan je niet zeggen wat je vindt. Omdat je dan te veel vijanden creëert. Wij zitten hier als kinderen van God. Ja. Om de schoonheid van de schepping te waarderen. Meer niet. Niet klagen, AUB. Roeien met de riemen die je hebt. Precies. En ik heb een keer advies gevraagd aan een Israëlisch meisje. Die had even wat dingetjes, wat tegenslag. En toen kwam de vader, die kwam. Die kwam even een paar dagen kijken. Mm-hmm. En toen zei ik, ja, wat voor advies geeft hij je dan? En toen zei zij van, ja, slik door die drol of zo. Weet je, in die taal even vrij vertaald. Van ja, dat als het soms even tegen zit, moet je niet lopen piepen. Moet je gewoon even doorslikken. Stroomvreten. Ja, precies. En gewoon, dan moet je gewoon niet zeiken. Even. En nou ja, dat heb ik altijd onthouden. En dat doe ik dan zelf ook. Maar ja, soms hebben we allemaal... Ja, soms lust je geen stront, hè? Ja, soms is het echt dat je denkt, nou... Even, ik wil nu chocola. Ja. Het is dezelfde kleur als stront, hè? Ja, morgen zie ik Pompidompie, weer Pompidompie. Oh, wat leuk. Ja, ja. Wat leuk. Hij is jonger dan jij, of wat? Ja, omdat het toevallig weer een verjaardag is. Dus daarom is het, weet je, we maken het altijd uit en willen elkaar nooit meer zien. En we haten elkaar. Het leven is beter zonder elkaar. En dan komt er dus een verjaardag en dan zien we elkaar. Ah, ja. Ja. Dus en morgen zijn dat nog één. Dus zeg maar dicht op elkaar. 2 weken geleden en morgen. Ja, toch ook die andere, die oudere van vroeger. Was ook een soort vriend. Jij hebt een man nodig. Die wil jij, denk ik. Ik ben niet op zoek naar een vrouw. En jij bent wel op zoek naar een man, toch? Nee, het punt is dat er niemand bij ons past. Bij ons drieën. Oké, ja, maar je wilt toch proberen? Of, waarom komt Poepiedoepie? Nou, dat is dus onze levensvraag. Dat is alle drie wat we ons echt af en toe afvragen. We hebben het er nooit over gehad. Waarom wil Poepiedoepie dingen doen voor jou? Wat bewondert hij? Nou, slaat er ergens op? Of doet hij dat alleen maar omdat hij een Poepiedoepie wil zijn? Nee, maar er is iets wat ik... Gelooft hij in jou? Dat is André Hazes. Ja? Nou, ik weet zeker dat hij van me houdt. Ik weet zeker dat hij... Verliefd op me is geweest. Nee. Maar, geloof, ga er mee om. Gelooft hij in jou? Ja. Aha.
Dan heb je hem aan de haak. Ja. Ja, right. En wat doe je met een gevangen vis? Nou ja, hij zegt... Maar, teruggooien, als... kan ook, hè. Haakje uit de bek halen, gooi hem terug in de vijver... en dan met je handen wassen en zo, hè. Dat kan ook. Wat doe je met die gevangen vis? Jij bent een vrouw. Jij bent aantrekkelijk. Punt. En jij zegt dan wel van, ik heb 33 onderkinnen. Ja, dat maakt een man in de regel geen donder uit. Nee, dat maakt hem ook niet uit. Nee, het gaat om jouw gedachten. Ja, dat weet ik. Maar ja, op een of andere en manier... En die man houdt van jouw gedachten? Ja. Ja, oké. Nou ja, ik denk dat er mensen zijn, maar ik ben dus geen man. Jij bent een man, dus dat is jouw afdeling. Ja, ik weet hoe het is in de sportkantines, in de douche en zo. En ik geloof serieus dat er dus mannen zijn die zich niet durven te binden. Dat geloof ik echt. Die ja, zeker. In knoop ja, zitten is dat zo. En alleen maar zeggen of denken dat ze alleen willen zijn en elke avond aan een pikruk voor de computer. Dat ze dat fijner vinden om altijd alleen te zijn. Oké. Jij hebt in het diepe te springen en iets te proberen. Ja. Jij hebt je poepiedoepie? Ja. En wat betekent hij voor jou? Nou ja, hij was wat ook al betekent lang, jij voor hem? Ja, dat zou, je ja, hebt zou ook je een verantwoordelijkheid met jouw aantrekkelijkheid. Jij bent aantrekkelijk en jij hebt hem aangetrokken. En waarom is hij aangetrokken tot jou? Nou ja, hij was aangetrokken tot mij, ik niet tot hem. Ja, toen precies, heeft hij vreselijk zijn best gedaan, totdat ik ook aangetrokken voelde tot hem. Ja. En toen kreeg hij het Spaans benauwd. Wanneer? Met welke gebeurtenis kreeg hij het Spaans benauwd? Ja, oh, wat eerlijk is dit. Zo'n lekker gesprek. Nou, het zal ongetwijfeld zijn dat ik op een gegeven moment gezegd... Kijk, weet je wat het is? Ik heb gewoon een heel druk en zwaar leven. Door allerlei redenen wat iedereen na deze... Ga door. Fast forward. Ja. Dus als jij een beetje aan je pik wil liggen trekken in het weekend, bijvoorbeeld... Ja, en jij wil gewoon helemaal niks... Ja. Dan niet... hoe moet ik het zeggen? We zitten in een hele verwende... Er is een hele grote verwende... Dat ben ik ook, hè? Ik ben ook heel erg verwend. Ik ben van alle gemakken voorzien hier thuis. Ja. Al zou ik 10 jaar niet naar buiten mogen... Ik weet het. Het is je vergeven, mijn zuster. Dus, ja, gauw door. Ja. Nou, maar... Ja, als je dan zegt dat je liever alleen wil zijn... Dat vind ik gewoon heel raar. Het kan, maar dan moet je heel gelukkig zijn. Maar als je dan ook niet gelukkig bent... Ja, dan zou ik toch wat gaan doen met het gevoel van liefde. Hij is een soort crybaby. Ja. Oh, nou, dat klinkt negatief. Dat wil ik ook niet om me geweten hebben. Mijn kind was een crybaby. Kijk, het punt is, hij kan gewoon zeggen... Ja, nou, ik vind haar gewoon niet leuk genoeg. En zij kan dat gewoon niet uitstaan. En heeft hij ook, dat kan ook. Ah. Dat ik het niet uit kan staan, het is zo bij deze. Het is echt heel moeilijk. Ja, het voelt moeilijk. Gewoon heel het laf. Is zo met moeilijk. Het is zo moeilijk om samen ben je te leven. Aan het schaatsen, snap je? Je gaat met z'n tweeën ga je een schaatsroute doen. Dan ben je lekker zo aan het schaatsen, hand in hand. En dan opeens dan laat hij los en dan gaat hij terug in zijn eentje. Ja. Dat is een beetje... Dan zeg ik heel vaak, nou prima hoor. Ik red het in mijn eentje wel. En dat doe ik ook. Ik schaats gewoon door, weet je wel. Ja. Maar soms dan ben ik ook heel boos en denk ik, vuile, vieze, gore lafaard. Slappe zak dat je er bent. Had het gewoon geprobeerd. En dan kan hij niet je tegen. Je had gewoon niets te verliezen, snap je? Hij kan niet tegen kritiek. Nee, hij kan niet tegen liefde. Hij kan wel tegen kritiek, hij kan niet tegen liefde. Dat vindt hij echt doodeng. Dat is mijn antwoord. Maar kijk, als jij hem zou bellen bijvoorbeeld... en ze zeggen, hey, hoe zit dat nou met die liefde met Mira? Want Mira die is vol liefde over jou. Ja. Nou, misschien zeg hij gewoon van... ja, ik vind het gewoon ik vind dit of ik vind dat of zus ik, of zo. Ik wil hem graag weet bellen, ik hoor. Ja, leuk. Vraag of het op mag nemen, doet hij wel misschien. Ik neem het een kwalijk, snap je? Is het nou een man of is het een sukkel of zo?
Nou, kijk, ik sprak met een narige buurman die mij dus ook al heel lang kent. En dus ook het verhaal van Poepie Doepie kent. Ja, en die snapt dat natuurlijk gewoon helemaal niet. En toen zei ik, ja, het voelt gewoon, hij is gewoon mijn soulmate. Ik heb hem 7 jaar geleden ontmoet. En zo'n fantastische tijd gehad. En toen heel veel ruzie. Ik zou hem maar willen. Hij is gewoon de liefde van mijn leven. En denk ik, hij is een lekker ding. Week allemaal dood. Dan kan je toch het laatste ding. Weekje wel bij mij komen, denk ik dan. Ja. Nou, dat zou je moeten vragen. Ik ben niet aan het sturen, hoor, of zo. Niet dat iemand denkt... Mijn punt is... Maar dat... als jij zou zeggen, van als je nog een week te leven hebt, bij wie zou hij dan willen zijn? Ja. En als dat niet ik ben, ja. Maar ik denk dat ik het ben. Jij gelooft in hem. Ja, ik denk de kans dat ik het ben... 70%. André Hazes heeft gezongen. Zij gelooft in mij. Ja, ik geloof in hem. En dat zeg ik hem ook altijd. Ik geloof echt in hem. Maar hij gelooft niet in zichzelf. En ik geloof wel in hem. Hij is Lazarus. Nieuwe Testament, hè? Hij is Lazarus. Lazarus. Ja, hij is, wek hem op uit de doden, barenstrijder. Wek hem op. Sta op en wandel, geen gezeur. Je bent hier om te leven en niet om op je rug te liggen. Nou ja, ik heb 4 jaar geleden ben ik om mijn knieën gegaan voor, want ik zeg, je moet nu een keuze maken, ja of nee. Echt waar? Ja, dat was heftig. Ik heb nooit mijn leven gedaan. Voor hem? Ja, 4 jaar geleden. Voor het eerst in mijn leven, hè? Echt. Ik ben nooit voor iemand op de knieën gegaan. Rob maar op. En zo ben ik gewoon niet. Klaar. Maar ja. Dat is zwaar geweest voor hem. Ja, en weet je waar dat was? Dat is helemaal bizar. Het was in het Bronnevo ziekenhuis op de parkeerplaats. Omdat die Rolodex-man, die had ik geïnterviewd. En kort daarna belandde hij in het ziekenhuis. En had helemaal niemand behalve mij en hem. Zei jij Bronnevo? Bronnevo, ja. Dat is dat aristocratische... Ja. Ik was daar ongelogen. Ik was dus de contactpersoon van de Rolodex-man. En... ja, zo zat ik daarin. Oh man, wat hou ik van jou. Als mijn zus, hè. Dus, ja. Wij spreken dezelfde taal. Maar goed, ik weet niet wat je kan doen. Maar dus het is of hij durft niet te kiezen voor de liefde. Het is gewoon, hij durft niet. Dat is wat ik zeg. Uh-huh. Ja, of hij vindt me gewoon niet leuk genoeg. En hij zou de laatste week van zijn leven met een ander iemand door willen brengen. Maar dat geloof ik dus niet, hè. Dat denk ik dus niet. De klootzak, die moet een keertje gaan kijken naar Better Bachelor. Want je bent beter vrijgezel. En al die filmpjes gaan kijken en dan besluiten dat jij anders bent. Jij bent geen feministe. Je bent een vrouw. Dat is wat anders. Moet ik het kijken of hij? Hij. Nou, de kerel moet een keertje volwassen worden. Was dat nou? Ja, dat denk ik dus ook. Ja. Kijk, en hij heeft gewoon irritante trekjes. Maar ik vind gewoon, als je allebei voornemens bent om het beste van te maken. Ja, zoals je allebei gelooft dat je elkaar soulmate bent. En dat alleen is ook maar alleen. Ja, en dat je gewoon doorgaat je leven met iemand wil delen. Nou, dan vind ik dat je best even, als ik begrijp. Wat zoekt hij in een relatie met een vrouw? Wat wil die van een vrouw? Nou, grote mama, borsten. En die heb ik. Ja, nou, ik heb grote borsten. En, grote borsten. Ja, dat zegt me helemaal niks. Wat zoekt hij in een vrouw? Waarom een borsten. Vrouw? Borsten. Mijn borsten, denk ik. Oh. Ik hoop die van mij. Nee, maar wat zoekt een man in een vrouw? Dat is toch wat hij zoekt. Als jij toch de rest van je leven met een vrouw wilt doorbrengen, dan denk je toch aan warme borsten, of niet? Is dat gek? Tieten helpen. En ik vind ook dat je vrouwen zonder borsten moet je ook kunnen beschouwen als... Of een man mag ook. Ik bedoel, misschien wilde je wel liever met nee, ik wil geen man. Borst. Ik hou dus niet van mannen. Alsjeblieft niet. Nou, misschien hij wel. Kan ook.
Waarom? Ja, waarom? Ik heb eens een man getonkt. Jo. Ja. Avond aan avond. Niet. Wel. Jo, oh, dat wist ik niet. Nou, wat zijn wij open. Wat een mooi gesprek, hè? Ja, ja. Ik zou willen weten hoe de stress. Dat was een gymleraar. Niet, gadverdamme. Met witte sokken. Zeg dat het niet waar is. En wel. Hoe oud was je? Gadverdamme. Dat moest. Dit is een Koos van Woudenberg verhaal. Hoe oud was je? 6? 23. Oh, gelukkig. Niet een of andere. En ik zag die gozer nog aankomen wandelen. En toen had hij zich geschoren. En toen dacht ik, oké, dan gaan we nu vanavond bij de repetitie lekker tongen. Want dan, anders heb je zo'n ruwe tong, snap je? Vanwege die borstelige dinges. Hij had zich geschoren en ik heb nog nooit zo smerig getonkt. Want hij had zich helemaal onder. Waarom deed je dat dan? Wat? Waarom deed je dat? Het was een toneelvoorstelling. Vond je hem leuk? Nee, het was een toneelvoorstelling. Oh, dat heb ik helemaal gemist. Ja, ik stond tussen mijn nagels te lakken. Oh, lekker. Nee. Ja, lekker. Doe je kleurloos of rood? Wat doe je? Roze, donkerroze. Ja, schilder door. Als het maar geen geel is. Nee, dat heb ik al een periode andere kleuren, maar ik vind het heel idioot. Het is roze of rood of niks. Dat vind ik wel. Ja, morgen zie ik Pompie Dompie, hè. Dus ik wil dat ik toch een. Moet je netjes uitzien, hè? Netjes uitzien, ja. Ja, ja. Maar ik heb dus een top cadeau voor, want ik heb de kinderen opgestoken van ja, vraag even wat hij wil voor zijn verjaardag. En dat wilde hij niet, dus hij heeft een heel gek antwoord gegeven met het idee, dat kunnen ze toch nooit vinden. Maar ik ben ik en ik heb het wel gevonden. Mm-hmm. Hij wilde een tijgerbadjas met zijn naam achterop als een echte koning. En dat heb ik gevonden en gemaakt en gekocht. Hij is een ariër. Hoe bedoel je? Ariër, dat is Hebreeuws voor leeuw. Ariër. Aria. Hij is een aria. Hij is een leeuw. Hij wil een leeuwjesvrouw. Nou, dat ben ik. Misschien is dat wel wat hij leuk vond in mij. Ja, ja, zet door. Maar ja, weet je, als ik de was loop te doen en ik heb boodschappen te sjouwen, dan ben ik gewoon. Jij hebt je kinderen? Jij hebt je kinderen? Dan heb ik geen zin om tijgertje te spelen. Een tijger is geen leeuw, hè? Wat is het verschil tussen een tijger en een leeuw? De leeuw brult. Een tijger niet, hè? Oh ja. Ik ben de leeuw, hij is de tijger. Jezus is van de stam David. Ja. En David was de leeuwendoder. Of niet? Ja, en mijn bijbelkennis gaat niet ver. Ai, 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 ai. David was een leeuwendoder. David had alleen maar een steen nodig. En een slinger. En een slinger kan een steen, een stukje leer of een stukje stof. Maakt niet uit. David, die kon zo, slinger, slinger, slinger. En dan, hoppa. En de leeuw was dood. Dat was de kunst van David. Daarom is Christus van de stam David. Mm-hmm. En David heeft verzaakt. Ook nog. Mm. Met Bathsheba. Ken je dat verhaal? David en Bathsheba? Ja. Ken je? Dus. Mm-hmm. En dat die profeet die kwam naar David en die zei, ik heb gehoord van een man en die heeft dit en dat gedaan. En toen zei David, dat kan niet, die moet dood. En toen zei die profeet, die man, dat ben jij. Jij hebt het gedaan. Jij hebt gedaan dat wat je zelf afkeurt, want jij hebt Bathsheba geneukt. Dus het einde van de koningen, daar gaat het hele Oude Testament gaat erom dat wij geen koning nodig hebben. Punt. Mm-hmm. En ook geen wijze koning, als Salomo, hebben we niet nodig. Punt.
En wij moeten dat langzamerhand ontkennen. En dat we dus ook weten dat we dat niet nodig hebben. En die katholieken, of universele of globalisten of de deep state, die willen niet dat wij die waarheid kennen. Dat wij geen koning nodig hebben. Want als we geen koning nodig hebben, waarom zouden wij dan mondkapjes dragen? Ja. Het wordt mij steeds duidelijker hoe belangrijk het is dat wat in de Tanach, het Oude Testament, het Oude Convenant, de oude overeenkomst tussen de mens en God, staat. Daarmee gaan we beginnen. Ook, gedenk de Sabbat. Niet liegen tegen je naaste. Gedenk je, eert je ouders. En die andere dingen. Rond 10 geboden en niet zeuren. Ja. Ja. Wacht even, het komt al binnen. Een momentje. Ja, hallo? Ben hier? Ja. Dat is Julia. Ja. Is er iets? Huh? Is er iets belangrijks? Oh, ik ben gebeld door de import. Oh, en? Ik heb het niet opgehangen. Zet je telefoon uit, alsjeblieft. Ik vind het niet leuk, dat weet je. Ja, kijk. Ja, maar ik ben nog steeds on the air en anders moet ik het verhaal gaan uitleggen. En dan... Dit is een fantastisch verhaal, jongen. Dit is top content. Er is geen beeld, toch? Dus geen beeld. Oké. Nou, in ieder geval. Maar wacht even, Per, ben je er nog? Ja, natuurlijk. Kan je haar horen? Ja, dat is Julia. Ja. Nou, oeh, Jim is in live. Oké. En Julia mag ook even diep ademhalen. Je moet diep ademhalen, zegt hij. Eerst belde hij mij van, ja, hij heeft een bericht gehoord en ik mis je echt. En nu ik je stem heb gehoord, is mijn hele dag beter. Dus ik zei van, ja, schat. Dat is een slap, Janus. Kappen met die handel. Je tijd met mij. Ik hoef je niet. Ja. Dat is een slap, Janus. En ik weet niet meer, toen is het gesprek geëindigd. En Jamie zei van, ja, ik wilde echt ook beginnen met praten. Maar ik dacht, nee, dat ga je niet leuk. Ik zeg, ja joh, ik was op jou aan het wachten. Dus toen belde ik nog een keer. Ik zei, nou Jamie, laten we het doen. Maar hij begon gelijk met, ja, waarom skip je? Ik ben een kankerpara. Ik denk boos. Oh, kut. Dus toen begon Jamie te praten van, ja, wat doe je? Wie ben je? Maar ik weet het niet. Er was zo'n gewoon 20 seconden, waarin het enige wat gebeurde was, hij en Jamie zeiden, wie ben jij? Oh, nee. Ach, man. Je moet Julia verbieden om een slap Janus om te gaan. Ja, ook nog iets. Dat is Christus. Punt. Even tegen Mira, please. Zeg tegen Julia. Ik moet van Perry zeggen dat je niet met slap Janussen om moet gaan. Niet met slap Janussen. Nee, ik doe best. Wacht. Wie is de slap Janus? Die neger of Jamie? Die neger. Iedereen die geen Hebreeuws kan. Oké. Maar ja, dus ik vond het heel erg grappig. Nou, ik kom zo naar je toe. Zullen we dat heerlijk, doen? Dit. Ik ben al bijna twee uur aan het praten met... Ja, dat is echt verschrikkelijk. Hier moeten we stukjes van knippen. Catastrophic als dat in het Nederlands. Nou, ik heb een belachelijk gesprek met Jamie gehad, moet wel zeggen. Dus we zijn allebei goed bezig. Okay. Succes met de uitzending. Dankjewel. Doei. En geef Julia een coronakusje van mij. Ja, dat zal ik doen. En Sera ook natuurlijk. Vind je dat ik aangifte moet doen? Nee, tuurlijk niet. Ooit komt er een tijd met sterke kerels. En die vrouwen moeten rustig wachten tot er sterke kerels komen. Nee, wat het is, zij is aangesproken door een import Afrikaan. Mm-hmm. En dat heb ik natuurlijk helemaal gevolgd als moeder die betrokken is. Mm. Maar zij is heel erg in politiek en heel erg in debatteren. Ze heeft heel erg haar mening en weet gewoon... Julia, bedoel je? Ja, mijn oudste. Dus, nou ja, en hij is helemaal de andere kant. Dus welke kant? Wel, de andere kant? Wat is de andere kant?
Nou, dat de politie dood moet en weet je wel, dat soort dingen. Ja. Bernie Sanders of zo. Anti-Trump. Ja, het is heel onwijs uitgescholden. Dus hij heeft hem geblokkeerd. Nu heeft hij dus met een anoniem nummer gebeld. Ja, sorry, maar ik vond je echt leuk. En ik vond het gewoon heel erg dat je mij niet leuk vond. En ik zei meteen, ja, kappen met die gast, weet je, opgedonderd. Maar haar beste vriend uit de klas, zeg maar, voor hoe noem je dat? Heb ze niks mee, maar dus de hele dag mee aan de telefoon. Ja. Die heeft haar nu geholpen door Marokkaan na te doen, zover ik begrijp. Wat? Ja, ze hebben gewoon 3 gesprekken, hè. Die kinderen zitten op die mobieltjes en als iemand belt, die wordt gewoon aan het gesprek toegevoegd. Oh. Zo doen ze dat. Ja, tenminste die van mij van 16, ja. Jeetje. Ja, ik zat op die leeftijd. Mijn punt is, er zijn helemaal geen sterke kerels meer. Nou, er zijn deze... gameplayer, the men going their own way. Zeurende over Karens. Karen, nee, ik heb er ook zoals wel. Zoals ik het zie, je hebt of de softies. Ja. Of je hebt de korte lontjes. In die leeftijdsklasse. Dus inderdaad. En die ene, die import Afrikaan, is dus van het korte lontje type. Want het is echt niet normaal wat hij zei en zegt. En weet je, zoals een soort drillrapper. Pleur even gauw op, gek. Tegen Julia moet je 1 woord vertellen. Dat is Elektra. Hoezo? Ja, ze moet een elektra-specialist hebben. Wat dan? Ik snap het niet. Nou, dat verdient altijd. Als je elektrotechnicus bent. 'S morgens om 7 uur heb jij je kruiskopschroevendraaier en ben je die Phillips screw elektra-specialist. Het is een gouden mik voor een vrouw. Heb je altijd poen. Als je kerel Elektra kan doen. Elektra, dit Griekse. Ja, oh mooi. Dat zou ik zeggen. Gewoon een Elektra-specialist. Gewoon een gozer die niet bang is. Die kan ook met krachtstroom. Dat maakt hem niet uit. Zo'n gozer moet je hebben. Ik en Timmerman zei Elektra, ja. Ja, ja. Je hebt in ieder geval een kerel nodig die wat kan. Als je niks kan, als je alleen maar kan biljarten, stoppen met die handel. Ja. Als je alleen maar kan darten, stoppen met die handel. Ja. Hij moet rioolreiniger zijn, of elektra-specialist, of bouwvakker, of whatever. Stoeptegel rechtlegger vind ik ook goed. Ik kijk altijd naar de vuilnisophalers, hè. Dat vind ik zo wat gek, heb ik wel eens verteld, denk ik. Geil beroep, hè? Als ik een vrouw zou zijn, zou ik geilen op die vuilnisophalers, hoor. Nou, ik geil nooit op mannen, dus ik weet niet, er is vast iets mis met mij, maar ik ben niet het soort vrouw wat geilt op mannen. Ik denk dat het ook een essentieel verschil is. Ben je eigenlijk lesbienne, dus? Man en vrouw. Nee. Nee, zeker weten van niet. Maar je geilt niet op mannen? Nee, ik zie nooit een man dat ik denk, nou, daar sta ik nog wel eens mee in bed. Nooit. Ik ga echt voor het innerlijk. Ja. Jij bent van de langere termijn. Jij bent van die duurzaamheidsgebeuren. Van, het moet duurzaam zijn, anders geldt het niet. Nou, soms, dat klinkt wel heel preus. Dan zou ik ook weer niet eerlijk zijn. Dat is het ook weer niet, maar ik moet wel iemand kennen of zo. Ah, gelukkig om wel, iemand, ja. Om iemand seksueel aantrekkelijk te vinden, moet ik iemand kennen, laat ik het zo zeggen. Dus iemand die ik niet ken op straat, daar heb ik nog echt nooit de gedachte, god, daar zou ik het wel mee willen doen. Nee. Ik geef je groot gelijk. Groot gelijk. Als ik een vrouw was met zo'n heerlijk lichaam als jij, ik zou ook ervoor oppassen dat er niet zomaar een paal in mij gestopt wordt. Nee, dat gebeurt echt niet bij mij. Nee, ze zijn helemaal gek geworden. Wil je mij leren kennen? Dan doe je dat eerst door mij te leren kennen. En dan gaan we elkaar leren kennen. En dan mag je me palen. Dat zou ik zijn, hè? Nou ja, we hadden het dus over content. En ja.
want ik dat, volgens mij heb ik dat verhaal niet afgemaakt. Ik wil dus met een jaar wil ik gewoon zorgen dat ik geld verdien met filmpjes. Uh-huh. Begrijp je? Dat is mijn doel. Oké. Okay. En dat schiet dus totaal niet op, maar dat maakt niet uit. Dus we zijn altijd op zoek naar content en we hebben duizend ideeën. Ja. Maar ik opperde gisteren van ja, misschien moet ik me inschrijven bij een dating site en dat gaan. Goed. Maar ik heb al een keer zoiets gedaan, maar dat heb ik nooit online gezet. Hey, ik heb die geweldige uitzending gehad met jou over je datingavonturen met Tinder of zo. Echt? Staat dat echt allemaal online of niet? Jij hebt het ooit gedacht, ik vond het goed en het is gebeurd. We hebben die uitzending gehad dat ik zo dronken was. Weet je nog? Nou ja, ik weet alleen maar, ik heb zo vaak met jou zo verschrikkelijk gelachen. Ja, Kenny die zegt altijd van, dat gaan we, hij zegt altijd, ik ga het luisteren in het bejaardentehuis. Dat vind ik zo'n mooi iets. Ja. Maar dat zou ik wel leuk vinden. Ik zou het allemaal wel een keer willen opslaan. Het is opgeslagen, want je praat met mij. Ja. Ik sla alles op. Ik heb een, ik ben een man, snap je? Ik heb 3 boormachines. Nee, 4 of zo. Oh, wauw. Ja, ja, ja. Ik kan echt gaten boren, jongen. Nou, dan moet je heel veel chocomel gaan drinken en croissantjes gaan eten. Ja, precies, ja. Ja. En een lekker wijf. Een lekker wijf met een dikke kont. En daar neem ik dan een voorbeeld aan. En dan word ik ook wat dikker. Ja. En kan je kastjes ophangen, denk je? Ja, of ik vraag Wim. Ik ben uitermate lui. Ja, maar Wim vindt mij niet je? Leuk. Wim vindt mij volgens mij niet leuk, maar ik weet niet wie Wim is. Kan ik Wim ergens luisteren? En Wim vindt jou niet leuk. Nee, dat snap ik. Dat snap ik ook. Het is zo echt verschrikkelijk. Dat is bijna ruzie tussen. Gisteren zijn we naar. Nee, eergisteren. Geweldig was het, hè? Dat Wim mij belde. Dat is zo leuk. Hij zei, we gaan filmen, want Wim houdt niet van wereldpolitiek. Hij werd wel als van aerosolen en Willem Engel en zo. En dat vindt hij erg belangrijk. En vaccinaties. En zij in Oosterbeek, daar is een weiland met varkens. En die gaan we filmen. Ga je mee? En ik zei, ja, ik ben aan mijn Fremibo. Ja. Dat was vrijdag. Dus ik ben aan het suipen. Hè? De Sabbat komt eraan. Ja. Dus ik heb me ingedronken, ik wil hem mee, maar dan... Ik vind indrinken vind ik eigenlijk het mooiste woord wat er is. Ja. Hè? Dat je van tevoren zorgt. Dat er iets moois in is. Ja. Ja. De fuckers, filmen. Het was zo belachelijk. Ik zat me echt te genieten. En Wim was kwaad, jongen. En hij zei, ja, jij lult door die varkens heen. Ik wilde naar het knor van die varkens luisteren. En jij lult er doorheen. En ik zeg, ik ben in gesprek met die varkens. Oh. En ik stond er ook bij stil en dan werd Wim helemaal pissig. Ik zei, dat zijn allemaal vrouwtjes, hè? Allemaal vrouwtjes. Waar zijn die mannetjes? En Wim zou, ja, maar die mannetjesvarkens, die zijn echt niet te vreten. Ik zei, ja, precies. En had hij laten we die vrouwtjes in leven, want die stinken niet zo. En met die wietplanten ook, hè? Bij die wietplanten worden al die mannetjes gechopt, hè? Mm. Alleen die vrouwtjes mogen... Ja? Dus dat hele feminisme-idee, dat is niet gebaseerd op fysica. Op fysicoi, Griekse, hè? Niet gebaseerd op het natuurkunde. In de natuurkunde zijn het de vrouwtjes die altijd blijven leven. En die mannetjes die hebben D-Day en Stalingrad en... Ik moet je onderbreken, want er staat nog een kind voor de deur. Oké, nee, dat is ook wel een mooie tijd. Sera dus. Yes, en ik denk dat ze... Ja, die heeft mij nodig. Dus ik had gehoopt dat ze al zou slapen, maar ze wordt ook een... Ja, ze raken opgewonden, net als ik. Het ja. is zaterdagavond. Ja. Het is nog steeds... de Sabbat is eigenlijk voorbij. Maar zo. Ja.
Het is een werkdag, dus aan het werk. Yes. Nou, ik vond het echt hartstikke fijn om weer. Ook heerlijk. Echt, vanuit mijn hart. Echt fijn. Ja, ik ook. Echt. Ik vind het zo fijn dat ik jou mijn zuster mag noemen. Ja, maar ik hou echt van je, hè? Dat vind ik en zo wederzijds mooi. Natuurlijk, hè? Dat kan ja, alleen maar wederzijds. Ja, je bent zo lief voor me. Ik hou echt van je. Ik steun jou tot het niet meer kan. Vergeef me als ik door mijn knieën zak. Ja. Oh. Nou, ik vind toch dat we het een beetje vrolijk hebben gemaakt een paar keer. Dus het is helemaal toch gelukt. Een mooie afsluiting. Ja. Een mooie afsluiting. Nou, bedankt voor het luisteren. Jij ook. Vooral jij, want ja, verder, ik praat toch eigenlijk met jou. Ja. En nou, tot gauw. Ja. Dankjewel. Nastrofia. Doeg. Dag lieverd. Doeg. Doei.